Het strand. Een favoriete vakantieplek voor veel mensen. Maar het is eigenlijk best een extreem gebied om te kunnen overleven. Met storm kan het flink gevaarlijk zijn. En in de hitte is het net een woestijn. Toch leeft er van alles. Alleen niet veel planten. Het is er veel te onrustig door het getij en de golfslag door de wind. Maar er leven wel dieren. Die komen af op het vloedmerk. Dit is de grens tot waar het water bij vloed gekomen is. Daar kun je goed schelpen vinden. Vooral na een flinke storm ligt er veel vloedmerk, waardoor het extra druk is. Aangespoelde schelpen zijn een lekkernij voor mantel- en zilvermeeuwen en drieteenstrandlopers. En steenlopers speuren naar vliegen en strandvlooien, die eten van het aangespoelde wier. Daar waar veel schelpen zijn aangespoeld, ontstaat een schelpenstrand. Dit is een ideale plek voor de dwergstern om te nestelen. Ze vormen kleine broedkolonies en hun eieren vallen bijna niet op tussen de schelpen. Dichtbij in de branding kunnen ze hun voedsel vinden. Dwergsterns zijn de waaghalzen van het Waddengebied. Ze broeden op de grens van water en land. Een hoog tij kan een hele kolonie in één klap wegvagen.